dat virus in ons leven en hebben we een enorme kans om na te denken wat ons bindt. Wat is het verhaal van de mens? En het verhaal van de mens is een verhaal van hoop. Leo Boormans is influencer in de wereld op gebied van geluk. Deze ambassadeur van geluk heeft verschillende boeken geschreven, zoals The World Book of Happiness, The World Book of Love en The World Book of Hope. De hele wereld reist hij rond om lezingen te geven over geluk. Dus we zijn aan het goede adres. Ik ben benieuwd waarom we op dit moment zoveel over hoop spreken. Waarom is hoop in deze crisis zo belangrijk? Ja, hoop is niet zo'n soort morning after pill die je plots moet gaan nemen als er grote problemen zijn. Hè. Hoop is een mechanisme dat je kan leren van jongs af aan. Maar dat wordt niet getriggerd. Hè. Dat triggert zich vooral in enorme crisissituaties. Hè. Als je voor een uitdaging wordt geplaatst, dan heb je plots het gevoel, ja, waar moet ik nu mijn handelen door laten richten? En dat handelen wordt gericht door dat mechanisme van hoop. Hè. Dat is dat sluimerende ding dat in ons zit, maar dat er moet uitgehaald worden. Wat is het verschil tussen optimisme en hoop? Hoop is optimisme met opgestropte mouwen. Je komt in actie, je komt in beweging. En daarvoor heb je zuurstof nodig en een trigger. En dus die crisis is een enorme trigger om zeer hoopvol gedrag te gaan ontwikkelen. De meeste mensen zijn eigenlijk meer hoopvol dan je zou denken. Hè? Men maakt ons altijd het gevoel van, ja, de mensen zijn aan het zeuren en zo verder. Maar als je ziet hoeveel hoopvol gedrag je nu ziet, er zijn veel meer optimisten dan pessimisten in de wereld. Alleen maken de pessimisten meer lawaai. Dus het is nu een uitgestreken kans om als optimist naar boven te komen. Optimisten hebben namelijk een beetje de neiging om lui te worden. Ze denken namelijk dat alles wel goed komt. Hè. Ze moeten hard, komt wel goed. Pessimisten worden ook lui, die denken het wordt niks, dus die doen ook niks. Maar in crisissituaties krijg je dat gedrag dat optimisten voelen, nu moet ik gaan handelen. En dan kunnen ze natuurlijk niet zo'n pil gaan nemen van een hoopvolle pil. Dan doen ze beroep op al die vaardigheden dat ze hun hele leven lang hebben ontwikkeld, van jongs af aan, om een hoopvol mens te zijn. En wat is dan hoop? Is hoop dan vertrouwen? Ik vind dat best wel moeilijk te grijpen, zeg maar. Ja, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Hè. Ik heb de World Book of Hope geschreven. Ik heb aan 100 professoren uit 50 landen gevraagd, wat is dat precies, hoop? Ik ben niet zo'n soort guru die het licht heeft gezien en die denkt dat hij al die antwoorden weet. Ik heb het gewoon gevraagd aan de wetenschap. En dat is al 5 jaar geleden dat ik dat onderzoek ben gestart. En ik wist ook niks over hoop. Ik dacht dat het iets was over engeltjes later in de hemel. Dan komt alles wel goed. Ballonnetjes op gang, onderstaande zonnetjes. Dat soort dingen. Maar hoop is totaal iets anders. Hè. Hoop is dat hele mechanisme dat ons doet leven. Hè, dat ons in leven houdt. Hè. Het is een motor van ons handelen. En dat valt uiteen in 3 grote pijlers. Hè. Als je dat hele wetenschappelijk onderzoek, de World Book of Hope, dat is 500 bladzijden. Dus als u mij nu vraagt om het in 3 zinnen te zeggen, dan ga ik het wel proberen te doen. De 3 grote pijlers van hoop zijn willpower, waypower en agency. Ik kan dat even in het Nederlands zeggen. Hè. Willpower wil zeggen dat hoopvolle mensen doelen stellen. Die doelen kunnen groot zijn en dan kunnen ze die grote doelen opdelen in kleine doelen. Hè. Je kan dus bijvoorbeeld in die hele coronacrisis kan je zeggen, ja, ons doel is dat virus verslaan, die wereld weer doen runnen. Maar de kleine doelen kunnen zijn, ik moet er tegen morgen mijn taken afmaken, zodanig dat ik overmorgen weer verder kan. Grote doelen opdelen in kleine doelen. Dat is 1 ding. De 2e pijler is waypower. Dat zijn wegen vinden. Dat is pathway thinking. Hè. Dat is, je vindt altijd nieuwe wegen om je doelen te bereiken. Je hebt dat als leerling, als docent. Heb je een doel en dan vind je, ah, ik kan het op die manier. Ik moet nu bijvoorbeeld met jullie skypen. Dat is wat anders dan een lezing geven. Maar het is eigenlijk hetzelfde, iets anders om hetzelfde doel te bereiken. We zijn daar heel creatief in. Hè. Wegen vinden, copingstrategies. Altijd op een andere manier leren denken. En de 3e pijler van hoop is agency. Dat wil zeggen eigenaarschap. Hè. Er zijn heel veel mensen die denken van, ach, waarom moet mij dan nu toch weer overkomen? Waarom ben ik toch weer het slachtoffer van die situatie? Maar mensen die hoopvol zijn, nemen het leven in de hand, zijn eigenaars van hun leven. Hè. Ik kan dat. Hè. En dat zijn de grote pijlers. Als je die 3 dingen oefent, hè, doelen stellen, wegen vinden om die doelen te bereiken, eigenaar blijven van je leven, dan kan je zeggen dat je een hoopvol mens bent. Ja. Oké. En wat heeft hoop dan met geluk te maken? U zei, het is de motor van geluk?
Begrijp ik dat goed? Ja, zo is dat. Ja. De drijfveer van ons handelen, hè, is eigenlijk geluk, hè. Wat willen wij in ons leven? Als je vraagt wereldwijd aan mensen, waarom doe je de dingen die je doet? Dan zeggen mensen, ik wil gelukkig zijn. Ik wil dat mijn partner gelukkig is, dat mijn kinderen gelukkig zijn, mijn collega's gelukkig zijn. Dus wij willen eigenlijk allemaal werken aan geluk. Maar als je vraagt, wat is dan die motor? Hoe komt dat je niet stilvalt? Dat is hoop. Hè? Dat is eigenlijk dat hele mechanisme dat we inzetten. De psychology of possibility. Wat is er allemaal mogelijk? Hè? En dat is een heel, heel boeiende wetenschap om te zien hoe mensen bijzonder creatief worden in moeilijke tijden. Hè? Ik begeleid bijvoorbeeld een gezin Afghaanse vluchtelingen. En men zegt dikwijls van vluchtelingen dat ze gedreven worden door wanhoop. Maar dat is niet waar. Die worden gedreven door hoop. Hè? Stellen zichzelf doelen, vinden wegen om die doelen te bereiken en blijven eigenaar van hun leven. En uiteindelijk kan je natuurlijk zeggen dat wij allemaal hetzelfde willen. Wij willen gelukkig zijn. Ja, en hoe doen wij dat dan nu in deze coronacrisis? Hoe kun je dan hoop krijgen? Hoe kun je een doel stellen? Want je weet niet hoe het eruit gaat zien. Ja, daar hebben we allerlei onderzoek naar gedaan. Ook al 5, 6, 7 jaar geleden heeft men bijvoorbeeld een heel groep mensen 500 dagen in quarantaine gezet. Hè. En men heeft die groep mensen wijsgemaakt dat ze naar Mars gingen. Dat ze een expeditie naar Mars gingen. Ze gaan in een quarantaine voor 1,5 jaar en ze gaan naar Mars. Nu, ze weten zelf ook wel dat ze niet naar Mars gaan, maar ze hebben een doel. Ze moeten daar allerlei dingen doen om op Mars te geraken. En wat zien we in dat onderzoek? Men heeft die mensen nadien ondervraagd en bekeken wat die hele quarantaine met hen gedaan heeft. En merkwaardig zeggen die bijna allemaal dat ze sociaal gegroeid zijn. We zien in dat onderzoek dat ze zeggen, ik heb geleerd waardering te koesteren voor de sterke kanten van mensen. Ik heb nieuwe relaties met behulpzame anderen ontwikkeld. Ik heb geleerd dat ik mensen veel meer te bieden heb dan ik dacht. Allemaal sociale groei in die quarantaine. Maar men heeft ook gezien wie daar het meeste groei aan heeft en wie minst. En dat is een wijze les, hè? Je ziet dat er drie voorwaarden moeten voldaan zijn om uit die quarantaine sterker te komen. En de eerste voorwaarde daarvoor is dat je in interactie gaat met de anderen, hè? Je moet een contact blijven hebben met de anderen. Je mag niet je isoleren. Dus heel belangrijk is nu dat mensen deze Skype-groepen en WhatsApp-groepen, en met elkaar blijven bellen, contact blijven zoeken. Dat is heel sociaal. Wij zijn sociale wezens. Het tweede ding wat je moet doen is een doel stellen. In dit geval was het voor de mensen naar Mars gaan. Maar ik kan evengoed zeggen, ik moet mijn examens halen, of we moeten dat virus overwinnen, of ik moet weer gezond worden. Het zijn allemaal doelen, maar dat gemeenschappelijke doel. We gaan met z'n allen deze crisis overwinnen, samen staan we sterk. Dat is een heel belangrijke motor voor hoopvol gedrag. En het derde besluit dat we uit dat onderzoek naar Mars kunnen trekken is dat we emoties moeten delen. Dat we met elkaar moeten durven zeggen: ik ben bang, ik ben droef, ik heb iemand verloren in deze situatie. Ik zie kinderen sterven, ik ben bang. Deel die emotie, de positieve en de negatieve. Hè? En dat is wat we nu zo sterk zien gebeuren. Hè? Ik weet niet of jullie in Nederland ook die witte lakens buiten hangen. Doen jullie dat ook? Zijn er witte vlaggen te zien in de dorpen of niet? Nee. Nou, wij doen dat in België. Heel het land hangt vol met witte lakens, witte vlaggen. En dat is zo'n symbool van hoop. Stel je voor dat ze allemaal zwarte vlaggen hadden uitgehangen. Nu, dan was het een hele dode kermis geworden. Maar dat delen van hoop, emoties delen, ook de positieve, hè? Waar word je blij van? Blijf die delen. Maar blijf vooral ook aandacht hebben voor mensen die het niet zo goed hebben, die het moeilijk hebben op dit moment, die eenzaam zijn, die worstelen met wie ben ik eigenlijk, wat is nu echt belangrijk in mijn leven. Blijf die emoties delen, heel belangrijke punten. Ja, en u noemt net ook angst, hè? Van dat mag je ook delen, hè? Waar je bang voor bent. Ja, absoluut. Ja. En ook pessimisme, hè. Ik word zelf ook niet zo vrolijk als ze met kerstmis al die kerstmuziek in de winkelstraten draaien. En nu ook niet als de hele tijd op de radio maar vrolijke liedjes happy, happy zijn. Bij sommige mensen werkt dat heel averechts, hè. We moeten zowel de positieve emoties, angst delen, hè. Het tegenovergestelde van hoop is angst, hè. Het tegenovergestelde van Ja. hoop is niet wanhoop, maar het tegenovergestelde van hoop is net angst, hè. Dan ben je verlamd, dan kom je niet in beweging, dan blijf je in je bunker zitten, terwijl hoop juist het tegenovergestelde doet, hè. Dus die angst bedwingen, ze uiten, maar ze ook bedwingen, dat is een hele mooie motor om een beetje meer hoopvol in het leven te staan, joh. Dat kunnen we allemaal leren, hè. Ja, want dat bedwingen, daar komt u bij een punt. Want kijk, ik ben wel een optimist en ik voel ook wel hoop.
Maar tegelijkertijd voel ik ook angst. Het wisselt elkaar af. Ja, natuurlijk. Net zoals geluk en verdriet samenhangen. Ja. Hè? Geluk en verdriet zijn geen twee tegenstelde dingen. Die maken deel uit van het rijke scala van emoties dat wij kunnen bewandelen. Hè? Je kan intens droef zijn, hè? Maar je kan ook intens gelukkig zijn. Die twee dingen staan niet diametraal tegenover elkaar. We kunnen die in elkaar beleven. Je hebt al die momenten dat je eigenlijk heel droef moet zijn op een begrafenis bijvoorbeeld, en dan wordt er toch op het einde van de begrafenis toch nog hard gelachen. Of momenten dat je heel blij moet zijn als een kind iets vrolijks doet. En dan kan je ook tranen in de ogen krijgen. Dus verdriet, geluk, angst en hoop, dat zijn dingen die samenhoren. Wij zijn mensen, hè? We hebben niet één emotie, we hebben veel verschillende emoties. Dat is het leuke ervan. Ja, maar u zegt je moet het uiten, maar u zei net ook je moet het ook bedwingen, angst. Hoe doe je dat dan? Ja, dat kan je vooral. Je moet het vooral geen steen opleggen. Hè. Je moet het toelaten in je leven. Je moet mensen zoeken die angst ook hebben. En daar eens even over praten. Maar de beste manier om een hoopvolle mens te zijn, is andere hoopvolle mensen op te zoeken. Hè. Je hebt dat soort mensen waarvan je zelf depressief wordt als je ze kent. Hè. In mijn huisdokter zegt altijd, als ik hem vraag, hoe weet je eigenlijk of iemand depressief is? Je zegt, ja, als ik 5 minuten met die patiënt praat en ik word er zelf depressief van, ja, dan is het een depressieve patiënt. En dat heb je, hè. Je hebt van die mensen, als je die opzoekt, ja, dan word je zelf depressief van. Maar er zijn ook mensen die, als je die opzoekt, die een soort positieve vibe hebben. Hè? Een soort uitstraling van blijheid. En dat heeft niks met leeftijd te maken of opleiding. Je hebt dat soort mensen. En dat soort mensen moet je blijven opzoeken. Want optimisme en pessimisme zijn heel besmettelijke ziektes. Hè? We besmetten elkaar daarmee. Dat is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat we met heel veel onderzoek zien. We besmetten elkaar. Hè? Dat is... Ja. Als je een hoopvol mens bent, dan heb je zo'n soort gevoel dat je ook andere mensen wil aanmoedigen. Maar pessimisten doen hetzelfde. Hè? Die kunnen je zeer sterk naar beneden halen. En cynisme is het ergste. Nu, er zijn niet zo heel veel cynici, maar die maken heel veel kapot. Hè? Ja, ja. En u zegt het is besmettelijk, hè? Zowel beide kanten. Word je ermee geboren met hoop? Ben je gewoon een hoopvol mens? Of... Ja, er zit heel veel in de genetica. Ja, ja. We krijgen heel veel door van onze ouders en onze grootouders. Maar je mag niet vergeten dat wij op dit moment onze kinderen en kleinkinderen aan het opvoeden zijn. Hè? Zoals ik aan mijn grootvader vraag, wat heb jij onder de oorlog gedaan? Wat deed jij onder de oorlog? Zullen mijn kleinkinderen achteraf vragen, en opa, wat deed jij onder de oorlog toen corona bezig was? Hè? Had jij toen van die lockdownparties georganiseerd? Was jij een optimist? Heb jij toen iets gedaan voor de buren? Of heb je gewoon in de zetel gelegen en zitten gamen? Wat deed jij tijdens de oorlog? En dat is wat wij nu aan onze kinderen aan het leren zijn. We doen dat niet in handboeken, we doen dat door wat we doen, door ons voorbeeldgedrag. En als wij nu zelf opgeven, dan geven we die les aan onze kinderen en de volgende generaties dat je het maar moet opgeven. Terwijl dat je nu ziet die hele grote beweging van mensen die elkaar steunen, die moed geven, die dat hele land er weer bovenop trekken, dat is een les die wij nu aan het geven zijn, onbewust en bewust, aan de volgende generatie. Je wordt een deeltje geboren met dat gedrag. 40-50% is altijd genetica. Maar genetica is ook altijd een combinatie van nature en nurture. Hè. Je leert iets en je geeft dat eten. Hè. Wat je voedt in je leven, dat groeit. Hè. Dus als je altijd maar zeurt en een pessimist bent, niet gelooft in de toekomst, ja, dan versterk je dat gedrag. Dan ga je ook nog andere mensen opzoeken die dat ook vinden. En dan gaat het heel erg naar beneden. Ja, ja. En stel nou, er zitten vast nu ook pessimisten te kijken, mensen die niet zo vrolijk tegen het leven aankijken. En wat kunnen die dan doen? Want kun je het leren? Ja, je kunt het leren. Maar je kan tegen een pessimist niet zeggen, je moet eens wat optimistischer worden. Hey, dat gaat niet. Hè? Je kan wel deuren en vensters openen voor mensen en hen laten zien dat er meerdere wegen mogelijk zijn. Hè? Pessimisten worden heel erg getriggerd door voorbeelden, door te zien van andere mensen, je kan het ook zo doen en je hoeft niet altijd bij de pakken te blijven zitten. Er zijn altijd mensen die het namelijk veel erger hebben dan jij. Er zijn mensen die in veel moeilijkere situaties zitten en dan toch altijd vinden van, ja, een weg vinden om daarmee om te gaan. Ook in je eigen leven, hè, kan je gaan zoeken van, ja, toen ik als kind werd gepest, hoe ben ik daarmee omgegaan? Ik ben eens ergens, ik heb lang in het ziekenhuis gelegen en ik heb dat toch ook overleefd. Ik had een ruzie met iemand, ik heb dat toch maar opgelost. Ga in je eigen leven op zoek naar die positieve kracht die daar sluimert. Hè. Want het is inderdaad besmettelijk. We hebben zo'n heel mooi onderzoek bij Facebook, hè, op Facebook-foto's. Men heeft onderzoek gedaan bij meer dan 1000 profielfoto's op Facebook.
En mensen die lachen op hun foto op Facebook, die hebben meer vrienden, maar die hebben ook meer vrienden die zelf ook lachen. En die vrienden posten meer foto's waar meer dan één mens op staat, lachende mensen. Maar we zien het tegenovergestelde ook met mensen die sip kijken op hun profielfoto op Facebook. Die hebben minder vrienden, maar wel meer vrienden die ook sip kijken. En die vrienden posten meer selfies waar ze alleen op staan in plaats van in een groep. Dus wat zie je daar gebeuren? Een enorm viraal effect. Het virus van hoop en geluk. Dat zie je op die foto's van Facebook. Als je lacht, dan trek je zelf andere lachende mensen aan. Die lachende mensen, die nemen meer foto's van leuke dingen, gezelschappen. Terwijl als je sip kijkt, dan trek je meer sippe mensen aan. Dan heb je minder vrienden. Die vrienden zijn ook nog eens sip. En die zitten vooral bezig met zichzelf en met selfies te nemen, met individueel gedrag. Dus een heel mooi voorbeeld vind ik van hoe dat heel viraal werkt. Hè. Dat is een heel besmettelijk ding. Dat is een goede les ook. We zien in dat onderzoek dat, dat mensen zelfs beïnvloed worden door mensen die ze helemaal niet kennen. De collega van mijn partner, die zijn kinderen, als dat hele negatieve kinderen zijn, dan beïnvloeden die mijn gedrag, terwijl ik die kinderen niet eens ken. Dus dat gaat drie stappen ver. En we zien in het onderzoek dat mensen die een hele goede vriend erbij winnen, 9% gelukkiger worden. Terwijl als ze loonsopslag krijgen, worden ze maar 2% gelukkiger. Dus je ziet het effect van vriendschap is 4 keer groter dan het effect van een loonopslag. Dus wat je in dit moment beter kan doen, is maar eens goed nakijken. Wie zijn eigenlijk mijn vrienden? En we hebben er nu gelukkig tijd voor, hè? Wie zijn mijn vrienden? Waar kan ik echt bij terecht? Hè? En dan zien we dat heel deze crisis ons een enorme kans geeft. We zien dat al die dingen waar we dachten dat ze zo belangrijk waren, onze laatste nieuwe model van iPhone, die nieuwste sportschoenen, die sneakers. Wat ben je nu met die 24 paar schoenen die in de kast staan en je mag niet eens buiten om te gaan lopen? Wat ben je daar dan mee? Dus we ontdekken dat al die dingen waarin we geïnvesteerd hebben, veel minder belangrijk zijn dan de mensen waarin we investeren. Dat is ons sociaal kapitaal. Hè? Dat is iets anders dan ons kapitaal. Het sociaal kapitaal is in het aantal mensen dat je hebt, waarop je kan rekenen, waarin je zowel in goede als in slechte tijden terecht kan. Dat is jouw sociaal kapitaal. En de investering in het sociaal kapitaal, in de vriendschap, in de relaties, in warme aandacht voor elkaar, is veel belangrijker dan onze consumentistische aandacht voor altijd maar nieuwe spullen, nieuwe spullen, nieuwe spullen. Van die nieuwe spullen wordt niemand gelukkig, maar van andere mensen worden we absoluut gelukkig. Ja, ja. Maar als ik dan mag concluderen, begrijp ik dat je kunt het leren door dus positieve mensen om je heen op te zoeken. Maar stel dat je nou geen vrienden hebt. Ik weet dat ook. Ja, het is maar één van de dingen om mensen op te zoeken die positief zijn. Eén van de dingen is een goede relatie met jezelf starten. Hè? Wat zeg je namelijk? Wat is jouw self-talk? Wat zeg je 's morgens tegen jezelf? Zeg je van, ik zie er slecht uit, ik kan toch weer niks aanvangen vandaag, het wordt weer een rotdag. Of zeg je van, hey, ik wist niet dat ik dit kon, zie mij hier nu staan. Ik ga er tegenaan voor vandaag. Hè? Dus die self-talk, wat zeggen wij eigenlijk tegen andere mensen? Hè? Ik wist niet dat ik dit kon, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die tijdens deze crisis ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze dachten. Ik fiets plots 40 kilometer per dag. Ik dacht dat ik had al lang mijn banden niet meer opgepompt. Ik dacht dat ik nooit zo ver zou kunnen fietsen, maar ik kan dat best. En ik zeg nu ook tegen mezelf, wat ben ik een sportieve kerel. Terwijl, ja, dat is een zelftaak. Dus hoe kijk je naar jezelf? Wat denk je dat je kunt? Wat zijn die doelen die je kan stellen? Hè? Trek voorbeelden uit het verleden op. Hè? Mijn ouders zijn bijvoorbeeld ook in de oorlog, hebben dat ook goed gedaan. Dus ik trek me daaraan op. Ik heb vroeger ook wel eens problemen op school gehad. Kijk, ik heb dat overwonnen. Word vooral nooit slachtoffer. Hè? Zeg, begin niet te denken van, oh, wat ben ik toch een sukkelaar. Hè? Wat moet mij dat nu toch weer overkomen? Probeer ook flexibel te zijn. Als je doelen hebt en je haalt dat doel niet, ja, dan kan je het gewoon, dan kan je het doel aanpassen. Hè? Het is niet omdat je één doel niet haalt, dat je andere doelen niet kan halen. Pas aan, wees daar flexibel in. Dus je zegt, ja, die eerste week was het best moeilijk, maar de tweede week heb ik het wel gekund. Wel, dan ga ik het die vierde week ook nog wel kunnen. Hè? Dit soort dingen zijn lange termijn doelen, korte termijn doelen. Er zijn zoveel dingen waarover we kunnen nadenken, over wat de echte prioriteiten in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is mensen zoeken.
om in contact te blijven. En als je geen contact hebt met mensen, vraag aan andere mensen wat je voor hen kunt doen. Ga naar je buurman, zeg, kan ik voor jou naar de winkel gaan? Is er iemand die hulp nodig heeft? Is er iemand op school, een docent, een collega, een student? Vraag hem gewoon, kan ik jou helpen? In plaats van, help mij. En als je geeft, dan krijg je. Dus een heel goede tip om gewoon niet hulp te vragen, maar hulp te geven. En dan krijg je ook hulp. Ja, mooi, mooi. En wat kunnen wij als docenten voor onze studenten doen? Kunnen wij ook hoop geven? Natuurlijk, ja, we zijn een absolute motor. Hè. Onderwijs is een absolute motor van hoop. Hè. Maar niet vergeten dat heel veel jonge mensen zelf in moeilijke situaties zitten. Thuis in moeilijke situaties, vriendenkring in moeilijke situaties zitten. En waar kunnen ze dan terecht? Hè? En dat is vooral bij hun docent. Hè? De docent heeft een ongelooflijk voorbeeldgedrag. Hè? Je zal uit je eigen studietijd herinneren welke docenten hebben invloed op jouw leven gehad. Dat zijn niet diegenen die al die wiskunde dingen aan jou hebben uitgelegd of die jou gestraft hebben. Het zijn die mensen die in jou geloofd hebben, die op een bepaald moment gezien hebben welk talent er in jou zit. En er zit in elke mens een talent. Hè? En dat weten jullie maar al te goed. Dat talent zien, dat stimuleren, die positieve bekrachtiging, is nu meer dan ooit belangrijk. Hè? Wij richten ons op hoopvolle mensen. En docenten kunnen net die hoopvolle mensen zijn om andere mensen te beïnvloeden. Hè? Je ziet dat positief gedrag drie effecten heeft. Het effect is broaden, build and erase. Hè. Positieve emoties in jezelf toelaten en versterken in andere mensen. Zorg ervoor dat mensen hun wereld opentrekken, dat ze meer gaan ervaren, dat ze creatiever worden. Hè. Je ziet ze groeien, hè. Je ziet mensen groeien in hoop, niet in angst. Hè. In angst raak je niet ver, maar in hoop raak je heel ver. En je ziet ook dat mensen met trauma's leren omgaan, door hoopvol gedrag te ontwikkelen, door positief te denken, positieve emoties te ervaren, steun te ervaren, voel je dat je de pijn ook een beetje kan uitwissen. Dat is niet iets wat ik bedenk. Daar is heel veel onderzoek naar. Opvoeden gebeurt nu. Hè. Dat is niet iets wat je na de crisis gaat doen, dat doe je in de crisis. Hè. Hoe heeft onze docent toen gehandeld? Hè? En dat zal inspiratie geven voor heel veel mensen. Ja, ja. Ja. En waar put u hoop uit op dit moment? Ja, uit de tijd die ik plots krijg. Ik geef heel veel lezingen. Ik had mijn agenda vol te staan. Ik zou op 2 weken tijd 5000 mensen toespreken. Dat soort dingen. En ik vind het nu leuk dat ik met u kan praten via Skype. Dan heb ik tenminste nog het gevoel dat ik interessant ben. Dat er iemand wil luisteren. Ook al sta ik nu niet op podia voor 1000 mensen. Maar ik heb toch even het gevoel dat ik nog iets zinnigs mag bijdragen aan de samenleving. En aan een groter geheel. Ik heb ook gevonden, ik heb nu ontdekt dat ik eindelijk meer tijd heb om dat boek te schrijven dat ik zo dringend wilde schrijven. Een roman over het leven van een vluchteling die ik begeleid. En dat wordt, ik heb me nu voorgenomen dat dat een internationale bestseller wordt. Ik moet mijn doelen heel groot stellen. Ja. Dus heb ik maar hier voor mij op mijn computer staat, I'm writing an international bestseller. Als ik mij alleen maar als doel stel van ik ga een artikel schrijven, ja, dan schrijf ik een artikel. Maar als ik nu mij als grote doel heb gesteld, ik ga een internationale bestseller schrijven, ja, misschien wordt het dat en misschien wordt het dat ook niet. Dan pas ik mijn doel wel aan. Maar ja, dat zijn dingen waar ik nu wel hoop uit put, ja, absoluut. Ja. Ja, mooi, mooi. Nou, ik ben helemaal opgeladen. Ik hoop dat dit ook... Yes, we can. Hè. Ja. Dat is een hele mooie... Je weet, dat was de slogan van Barack Obama. Maar als je nu die Trump bezig ziet, die zegt juist het tegenovergestelde. Die zegt, no, I don't. Hè. Die, ja. Terwijl Obama zei, yes, hè, ja, we kunnen het. En ja, we can, hè, possibilisme, we kunnen het. Die vat een hele theorie samen van positief denken. Hè. Wat Trump doet is no, I don't. Hè. Nee, ik betaal niet meer. Nee, ik draag geen mondmasker. Nee, ik doe dit niet. Hè. No, I don't staat vooral haaks tegenover dat optimistisch, possibilistisch denken van yes, we can. En dat heeft niks met naïviteit te maken. Je moet daar niet een onnozelaar voor zijn. Ik rij ook niet meer met een auto vol ballonnen door het land. Hè. Het gaat erom dat wij pessimisme durven een plaats geven, angst een plaats geven, maar we zullen maar vooruit gaan door ons te richten op het licht aan het einde van de tunnel. Hè. Daar is waar we de zin van ons leven gaan vinden. Hè. Accepteren wat we niet kunnen veranderen,
Dat is één ding. En twee, onder controle proberen te krijgen wat we wel kunnen veranderen. En dat zijn keuzes die een mens maakt in hun leven. We zijn geen slachtoffer van dat virus. Dat virus geeft ons op dit moment ook een enorme mogelijkheid om echte prioriteiten te stellen in ons leven. Wat vinden we nu echt belangrijk? Was dat nu echt belangrijk? Dat als we vroeger op restaurant gingen, zag ik voortdurend mensen die niet tegen elkaar praten, maar die een iPad voor hen hadden en die de hele tijd op dat toestel zaten te tokkelen. Wel, die mensen hebben nu een zin gekregen. Ze mogen de hele dag op het toestel tokkelen. En wat missen ze? Het menselijk contact van de mens achter dat scherm. Dus een heel mooie les voor ieder van ons. Doe die toestellen weg en ga terug in contact met mensen. Want nu voelen wij hoe belangrijk dat is, hoe we die huidhonger voelen, hoe we die ogen van die andere mensen voelen, hoe we maar groeien in contact door andere mensen. Men heeft ons in dat hele individualistische, consumentistische denken gestopt van we moeten maar dingen verzamelen en spullen en je moet meedoen aan de rat race van het leven. Wie is er ooit gelukkig geworden in de rat race van het leven? Ik ken zo niemand. Als je in de rat race stapt, dan word je een rat en een rat verspreidt het virus. Dat moet je niet doen. Je moet niet in de rat race stappen. Je stelt echte prioriteiten in ons leven. Wat is echt belangrijk? En misschien ontdekken we wel dat stilte, rust, kalmte, vriendschap, heel eenvoudige dingen doen met elkaar, dat die ons echt veel gelukkiger maken dan wat Kim Kardashian of Kanye West ons proberen wijs te maken. Ja, ja. Wauw, dat is wel even een boost volgens mij die we nu krijgen. Ik ben nog één laatste vraag heel benieuwd. Wat is uw inspiratiebron? Welke persoon op de wereld? Gelukkig heb ik heel veel mensen tegengekomen in de wereld die mij zelf geïnspireerd hebben. Onder andere goede leraars, hè. Ik heb een heel goed contact nog altijd met mijn oude kleuterjuf, met mijn docent Nederlands. Ik zoek die mensen ook nog vaak op. Ik heb heel vaak goede docenten gehad. Ik heb zelf ook heel lang lesgegeven. En ik zie nu in deze crisistijd dat ik plots mails en telefoons krijg van oud-leerlingen die ik 20 of 30 jaar geleden niet gezien heb, maar nu vragen, ja, Leo, kunnen we dat of dat eens niet met jou bespreken? Je ziet hoe belangrijk dat is, hoe dat blijvend is. Ik heb gelukkig Kofi Annan mogen ontmoeten. Kofi Annan is de Nobelprijswinnaar van de Vrede, voorzitters van de Verenigde Naties. Hè? En hij heeft de inleiding voor mijn boek The World Book of Hope geschreven, over hoop. En ik vroeg hem, welk soort jongetje was jij toen je 10 jaar oud was? En hij zei, ja, denk je nu werkelijk dat ik daar in dat klein dorp in Ghana, waar ik geboren ben, dat ik dacht dat ik de Nobelprijs voor de Vrede ging winnen? Natuurlijk niet. But I always watched the stars and I knew there is something bigger in life than my small village. Ik heb altijd naar de sterren gekeken en mijn grote dromen gerealiseerd, voor ogen gehouden. Dream big, zei hij. Dat is een wijze les voor ons allemaal. Weten wij eigenlijk nog wat wij dromen? Wat zijn jouw dromen? Wat zijn de dromen van jouw kinderen, van jouw vrienden, van jouw collega's, van jouw ouders? Wat zijn jouw dromen? En droom groot. Maak die dromen groot. Deel de grote dromen op in kleine doelen en ga ervoor. Hè. Kofi Annan zei mij, ik vroeg hem, wat denk je nu dat het beste is wat de wereld kan overkomen? En dat is al bijna 7 jaar geleden dat ik hem dat vroeg. En hij zei, het beste wat de wereld kan overkomen is dat we plots worden aangevallen door de aliens. Dat we door een externe planeet worden aangevallen. Want dan gaan we plots ontdekken hoeveel we gemeen hebben met elkaar. Hè. Wij zijn dan bezig geweest met ons te focussen op een hoofddoek, op een huidskleur, op Zwarte Piet. Maar dan als er aliens komen, dan gaan we plots ontdekken, ho, waar zijn wij mee bezig geweest? Die aliens die eten ons allemaal op. En het virus wat nu komt, is eigenlijk een soort alien, iets wat van extern, van een andere planeet, bijna ons leven binnendringt. En nu ontdekken wij dat we veel meer gemeen hebben met onze buurman, met allochtone gemeenschappen, met gehandicapte mensen. We zijn allemaal mensen. En in dat menselijke kunnen we elkaar ontmoeten, versterken en verbinden. Het is het verhaal dat wij aan elkaar vertellen. Ons gedeeld verhaal. En dat verhaal is een krachtig verhaal. Het krachtig verhaal van de mens. En dat is iets heel anders dan waar wij ons vroeger allemaal mee bezig zaten te houden. Weet u nog wat het nieuws was een maand geleden? U kan het mij niet zeggen. Niemand weet het nog. Ik stond op 10 maart in Nederland voor een zaal van 600 docenten. En dat was 2 dagen voor de lockdown begon. En de mens die mij inleidde, die zei, fijn dat u allemaal gekomen bent, ondanks de regen. Hij had het niet eens over dat virus. Hij had het over de regen. We wisten niet wat er ons zou overkomen. Ja. En plots slaat dat virus in ons leven en hebben we een enorme kans om na te denken wat ons bindt.
Wat is het verhaal van de mens? En het verhaal van de mens is een verhaal van hoop, van kracht, van energie. We hebben een mooie wereld opgebouwd met ziekenhuizen, met scholen, met kindersterfte uitgeroeid op heel veel domeinen. We hebben scholen gebouwd. De meeste mensen kunnen lezen en schrijven. We zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog enorm op vooruit gegaan op heel veel domeinen. We zijn er ook op achteruit gegaan qua menselijke relaties. Wel, dit is nu een nieuwe kans. In deze nieuwe oorlog hebben we de kans om na te denken, wat is die dreiging? En die dreiging zit hem in dat men iets van ons kan kapotmaken. Maar ook dat we iets enorms kunnen leren, wat de grote kracht is van het menselijk contact, wat ons onderscheidt van de dieren, is dat wij hoop kunnen ontwikkelen. En dat is een mechanisme, en dat is het goede nieuws, dat we kunnen leren. Van jongs af aan kunnen we die strategieën leren. We hebben daar in de World Book of Hope heel veel adviezen over. En ik weet dat docenten dat heel goed gaan doen. En dat studenten nu de les wel gaan leren van wat echt belangrijk is in het leven. Hoopvol en positief gedrag.